dit moment is er een voertuig van ons is door vijandelijk vuur in de greppel geraakt. Daar hebben we een melding van gekregen, ook een gewonde bij gevallen. En dan worden wij opgeroepen en dan worden we ingezet met behulp van een helikopter. Dat is mijn taak van mijn herstelcompagnie. Wij noemen dat de SMOT-MB, dat is een Mercedes-Benz. En er zit een Jean-Mior onderhoudsdiagnosticus zit erin, met heel veel gereedschap. En ook met een lier, zoals wij dat, zeg maar, de LSV dus uit de greppen kunnen trekken. Wij herstellen dus het materieel van de luchtmobiele brigade. We herstellen alles, van voertuigen tot en met wapens, communicatiesystemen. Dus wij herstellen dus eigenlijk alles. En wij ondersteunen natuurlijk ook de bataljons van de luchtmobiele brigade. Maar dat is echt onze taak, zowel in ons eigen gebied, maar ook in vijandelijk gebied. En dit was, zeg maar, het vijandelijke gebied. Hulp, Kaas, kom op! Hulp! En u bent de hele week hier. Zijn er nog meer grote oefeningen? We hebben natuurlijk in aanloop naar deze training hebben we natuurlijk meerdere trainingen gehad. In Nederland, maar ook in Duitsland. En voorlopig staat er na deze oefening geen echte grote oefening meer gepland voor mijn compie. Oké, die sector. En kunt u mij ook vertellen waarom u houten uitgezocht heeft? We hebben natuurlijk gekeken van wat ligt redelijk in de buurt van Schaarsbergen. Waar kunnen we ook met heli's gaan werken? Daarnaast hebben wij ook medewerking gekregen van de gemeente en de politie van Houten. Dat is natuurlijk ook wel een pre, omdat dus die hebben medewerking verleend. En zodoende konden wij hier onze oefeningen en trainingen uitvoeren.